Ik was tot over mijn oren verliefd op mijn partner en ik haalde mijn eigenwaarde, mijn energie en mijn geluk uit die relatie, uit mijn partner dus. Die eigenwaarde, die energie en dat geluk werd van de ene dag op de andere compleet onderuit gehaald, vermorzeld, kapot gemaakt, je noemt het zelf maar. Toen ik merkte dat mijn partner zijn energie, zijn geluk en zijn eigenwaarde gretig ergens anders ging zoeken. Maar toch schreef ik echt geen klaagboek over ontrouw. Ik probeer daarentegen met een heel voorzichtige dosis humor een realistische weergave te bieden van ontrouwe partners, ook van bedrogen partners en van minnaars en minnaressen. Ik heb het voorbije jaar of de voorbije jaren wel ettelijke uren besteed aan het bestuderen van dit onderwerp. Het meest heb ik echter geleerd uit jullie rijke verhalen en mijn eigen ervaringen. En zo probeer ik, zonder ontrouw daarom goed te keuren, in dit boek een perspectief te creëren dat verder reikt dan het simpele verhaal dat we allemaal aangeleerd hebben gekregen. Het simpele verhaal van de bedrieger en de bedrogene, van dader en slachtoffer en van die twee tegenover de zogenaamd gevoelloze, gewetenloze minnaar of minnares. Ontrouw, mijn tweede boek, is nu uit. Ik durf wel te zeggen dat het de moeite is.